Hallo jongens van Otremus 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA Multiplayer. Vandaag zien jullie de tweede aflevering van het GTA team Back in Time. Voor de mensen die denken van, is het in deze tijd gemaakt of is het in een verleden tijd gemaakt? Back in Time, dat houdt in dat het dus verleden tijd is. We hebben die aflevering namelijk een half jaar geleden gemaakt, maar we hebben hem nog nooit online gegooid. Dus als we wat vragen over, zet iets in de comments of zo. Doe dat dan niet, omdat we misschien nu al over heel andere onderwerpen praten. Ook moet ik van Bart zeggen dat jullie moeten kijken naar luisteren naar zijn stem, omdat die gewoon heel erg is veranderd. Maar kijkers, ik hoop dat jullie de aflevering leuk vinden. En ik wens jullie veel plezier met het kijken naar de aflevering. Ik ga er in ieder geval lekker voor zitten. En ik hoop dat jullie het er ook leuk vinden. Ik stap even uit, want ik vind het wel mooi geweest om even te gaan laten vliegen. Lekker hoog. En dan wens ik jullie veel plezier met de video. Zo, een goede dag hier in Liberty City. En van plan om naar de Clucking Bell te gaan. Hallo meneer de winkelbediende. Hallo. Mag ik wat bestellen? Kijk, dit is mijn bestelling. Fuck jou! Zo. Oké, bedankt. Au, ik word aangereden door een brommer. Ja, karma. Au. Schilder. Oh, die grote rat wil ook op mij schieten. Oké. Vandaag gaan we een challenge doen, jongens. De challenge voor vandaag is, we moeten proberen op de hoogste toren van Liberty City te gaan. En dan eraf gaan springen zonder parachute. Laten we eraan beginnen, Bart. Oké. Ik word hier dik achtervolgd. Wat doe je record? Wacht. Wat doe je record? Als jij nou een auto pakt... Dan ben ik mee bezig. Oh nee, dat is die scootermafia geval. Ik ga wraak op hem nemen. Ik ben toch geschoten door... Yes! Ik heb wraak op hem genomen. De scootermafia bestaat niet meer. Wacht even. Wacht. Als jij nou een auto gaat regelen... Wat doe je record? Tis. Nou. Bart, ik ben er hoor. Hoe kan jij typen? I indrukken. Oh, ik kan het niet. Oh. Oké. Okay. Ik heb de scooter gestolen van de scootermafia. Het ziet er heel fout uit. Nu zijn wij de scootermafia. Oh nee, hij zit ons dag te volgen. Er zit een helikopter achter ons aan. Of achter hem aan. Wee! Nou, dat gaat goed, hè? Ja, echt wel. Zet je even een waypoint op het vliegveld. Oké. Okay. Waar is dat? Recht voor ons, dat hele grote driehoek al. Wacht, ik schiet even die ene gozer die ons achtervolgt. Nee, die wil ons helpen. Oh. Zet je even die waypoint. Ja, waar? Ik weet niet waar het is. Recht voor ons. Waypoint. Daar. Je weet hoe je een waypoint zet, toch? Ja, maar ik weet niet precies of dit het wel is. Ja, ik zet gewoon neer. Oké. Okay. Even kijken. Ja, klopt helemaal. Oh, oké. Okay. Want dat is namelijk de parkeerplek voor. Oké. Okay. Maar wij zijn de scootermafia, hè? Hey, hoe kan je die radio uitzetten? X. X. Ja, ik speel dit nog voor het eerst, hè? Dus ik moet de storyline nog spelen en alles. Ik heb de eerste paar missies gedaan, maar voor de rest weet ik niks. Ik ben fucking badass met mijn haar. Ik ben echt zo'n hippie. Kan je die waypoint nu weghalen? Oké. Okay. Gelukkig weet jij hoe dat moet. Ja, dat heb ik nog wel onthouden. Dat zei je nog. Maar wij zijn echt een scootermafia, hè? Echt wel. Eerst schakelt iemand met een scooter mij uit en dan rijdt hij nog. Wat ga je doen? Oh. Die wil ik hebben. Stop op, snel!
Wat hij ons uitschakelt. Nieuw. Dit ziet echt heel fout uit, hoe ik achter je zit. Wat ben je aan het doen, meneer? En hoe kan je een vliegtuig in? Dat kan niet. Oh. In deze GTA. Oh, nou, die zit op een vliegtuig te springen. Nou, succes ermee, hè? Wij gaan naar een helikopter. Ik weet er helemaal niks hiervan. Ja, ik heb het wel vaker gezien, maar... Wee! Hey, politie. Oké. Okay. Ook echt niks aan de hand. We gaan hier ook echt in vliegtuig spelen of zo. Wee! Alle twee hetzelfde idee. Allebei van wee, we springen eraf. Snel, snel. Hij mag er niet in. Leeuw! Vertrekt er ondertussen een helikopter hier. Stap in. Ja, kom op. Ja, oké, okay, vliegen. Nu, go, go, go. Yes. Oh, yeah. What the fuck? We hebben een politie achter ons aan. Oh shit. Hey, wat was onze uitdaging? Bart. Ja? Oh, je vraagt wat onze uitdaging was. Ja. Onze uitdaging was, oh shit. Oh. Ja, je kan ook echt... Nee, ho! Verkeerd knopje. Zet hem nou niet uit, sukkel! Dit was ook echt niet expres, hoor. Nu moeten we weer gaan zwemmen, dankjewel. Graag gedaan. Kun je hier ook haaien komen? Nee, hier niet. Het zou wat zijn, joh. Ja, echt, hè? Jam! Ik heb een... Oh, dat is leuk. Als je een boot ondertussen kan stelen, stel dit naar je been. Ja. Pardon. Maar wat onze challenge was voor vandaag is dat we naar de grootste toren... het grootste gebouw van heel Liberty City gaan. En daar gaan we vanaf springen zonder parachute. En doodgaan. Ja. En mensen, als jullie een uitdaging hebben voor ons, wat wij moeten doen in GTA, zet het even in de reacties. Want wij willen dat heel graag horen. Maar we gaan nu wel eerst even 3 van die video's opnemen. Dus dat zal pas later dan jullie reacties gaan gebruiken. Maar ze worden zeker gebruikt. Ja, deze pumpkin... bedenkt helemaal niks. Die denkt gewoon, fuck dat. Nee! 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 Ik wist het! Ik wist het! Ah! Ja! Oh, hier is je lichaam. Fuck jou! Ik dacht van, ik moet je terugpakken. Ja, dat kan. Wacht, ik ga eventjes... Oh, moet ik naar de andere kant van het vliegveld gaan lopen? Hé, hey, kijk, daar is Sugar Ninja. Nu moet ik naar de andere kant van het vliegveld gaan lopen. Haha. Please make a mission. Gast, wij zijn aan het opnemen, ja? Dan gaan we geen mission doen. Step out of the car. Stop, vliegtuig. Stop. Stop. Halt. Kom je mij even oppikken, Bart? Ja, ik heb die andere gozer ook al opgepikt. Oh, ik heb ook al een auto hier. Wat een goede auto, hè? Waarom laten ze auto's ook op het vliegveld? Ik ben echt heel goed. Oh, hij left the game! Yeah! Nee, oké. Okay. We zijn weer alleen. Willy! Oké. Okay. Kom je mij even oppikken? Oh. Ik heb namelijk een probleempje. En wat is het? Kom maar naar me toe. Ja, ik wou even een geweer pakken. En een raket werpen om op jou af te vuren. Ik heb namelijk een klein probleempje. En dat is? Kijk maar. Ach, waar ben jij? Oh, sowieso. Oh. Op het vliegveld. Je moet even naar me toe komen. Ja, dat snap ik. Ik heb even een klein probleempje. Wacht, ik was gewoon goed gegaan, what the fuck? Ik heb namelijk even een stunt gedaan. Oh nee, nu heb ik een probleem. Wauw. Ja. Kom je even kijken? Wacht. Mooie auto. Ik wou een vet coole stunt doen, alleen nu heb ik een probleem. Oké. Okay. Ja, ik ga even een mooie auto pakken, dan kan je tenminste trots zijn dat je met mij mee rijdt.
Ja, we gaan zo vliegen, dus... Oh, en ik wil even een mooie auto. Dan ga jij vliegen, dan... Oh, wacht, ik moet natuurlijk mee. Ja. Out of the car, you motherfucker! En ondertussen dat we hier kijken naar... wat er aan de hand is en Bart... En we op Bart gaan wachten... Ja. Dat komt allemaal door Bart, jongens, dat we zo lang moeten wachten. Neem het hem niet kwalijk. Is ook de eerste keer. In GTA 4. Ja, ik speel dit nog voor het eerst, dus... Nou ja, voor het eerst. Ja, ik heb het net nog even gespeeld. Voor het eerst. Mm-hmm. Dus ik heb er geen idee hoe ik de... Ja, Daniel heeft hem een beetje uitgelegd. En door de game weet ik een beetje... de map, hoe de map in elkaar zit, maar... Ga je hier trouwens ook nog een serie van doen op je eigen kanaal? Ja. Oké. Dan kunnen we jullie zien hoe erg ik faal, want... Ja, zoals ik al zei, ik weet er helemaal niks van. Ja, ik heb nog video's ervan gezien. Maar dat was misschieten op mensen. Uh-huh. Maar Bart, ik had dus een klein probleempje. Ja. Kom maar even kijken. Krijg het voor elkaar. Nou, zie je die jump daar achter me met één plank. Ik ben daar op één wiel achter gaan rijden. Alleen toen deed mijn auto dit. Wauw. En dat vond ik niet zo leuk. Stap er maar uit. Oh. Nee! Nee! Niet deze mooie auto! Nou! Oh, nee! Jij! Ik geef jou nooit meer een lift! Was het toerisme? Ik had een raketwerper! Ja! Goed gezegd, mijn handje. Waarom speel ik nog dit met jou? Oké. Zal ik je op gaan pikken met een... Nee, want ik heb al een auto gevonden. Nou, we gaan vliegen, hè? Of nou, kom je naar me toe? Dan kom ik even naar je toe. Even een mooi geweer pakken en dit keer schiet je me niet neer! Als jij me niet neer schiet, schiet ik ook niet neer. Ik schiet je niet neer. Maar dan zou... Wanneer heb ik dat ooit gedaan? Politie zit achter mij aan. Opeens. Wauw, wat raar. Je schiet een onschuldig iemand neer. Nee, ik stel de helikopter. Dat ik jou neerschiet, vind ik politie niet erg. Ik kom je oppikken, oké? Hallo, boven je. Oh, shit. Ja, doe maar hoor. Alleen aan de landing van mijn vliegkunst moet nog een beetje gewerkt worden. Ja, dat merk je. Nu moet ik dan de hele eind gaan lopen. Of je pakt de auto? Ja, daar ben ik nu al te ver van weg. Ik kom wel even dichterbij. Uh-oh. Nee. Kom op. Blijf daar maar liggen. Ik ben even geland voor jou, oké? Hoe vlieg je? Hoe vlieg je? Ja, ik stijg op! Ik zit erin. Oké, hoe stijg je op? W. W. Maar ik ga wel even weg, hoor. Oké, ik ga het leren, jongen. Met de nummerlok 8, 4, 6 en 2 stuur je. 8 naar voren, 2 naar achter, 4 naar links, 6 naar rechts. En W en S is naar boven naar beneden. Oké, wacht, ik ga jou... Jij gaat dan ook een helikopter nog even pakken. Oh, dat is een Conquette, dat is leuk. Dit zijn niet mijn favoriete vliegtuigen. Mijn vliegtuigen, auto's. Mijn favoriete vliegtuigauto is de Turismo. Turismo. Is zo'n lekker snel ding. Uh-huh. En je moet straks ook landen op het gebouw, hè. Dus ik vraag me af hoe jij dat gaat doen. La 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 la. La 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 la. La 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 la! Oh shit! La 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 la! Ik ga schieten! La 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 la! Oké, niet op elkaar schieten, oké? Nee, niet op elkaar schieten! Oh, niet op elkaar, oké. Okay. Ik wil even leren hoe je moet vliegen! Wat gebeurt er? Er stoot tegen mij aan, gek. Leef je nog? Oh ja, oké. Okay. Hey, niet op elkaar schieten! Ja, jij gaat toch op mij crashen? Ja, misschien schieten. Oké, maar waarheen?
Nou, kom je nou achter me aan of? Ja. Die kant op. Deze kant, naar mij toe. Nee, omhoog! Hoe doe je dit? B. Je vliegt beter dan ik in het begin. Oh. Nou, ik kan mensen in de lucht blijven. Ga de verkeerde kant op. Blijf even stilstaan. We gaan die kant op, waar ik heen ga. We gaan even oefenen hoe je op een gebouw landt. Oké? Okay? Dit is niet het hoogste gebouw, maar we gaan wel even oefenen voor jou hoe je op een gebouw landt. Ja. Landen is gewoon S inhouden, hè. Bam. Okay, ik ben gewoon. Nee! Nee! Bart! Ik heb een probleem! Red me! Red me! Red me! We're fucked! Nee, ik ben fucked, niet jij! Ja, maar ik kom hier niet meer vanaf! Ben je ook kapot dan? Ja! Oh! Hey, ik kan nog vliegen! Mijn vleugels zijn kapot! Ik kan nog vliegen! Yeah. Kom je me even oppikken? Uh-oh. Weet je, ik spring wel van het gebouw af. Ik heb een probleem. Wat? Oh shit, nee, ik spring ook echt vanaf. Nee! Ik ga boom doen. Alle twee. Jij deed van het gebouw af, ik ging boom de lucht in. Suicide. Oké. Okay. Volgens mij zijn we nu al een kwartier bezig en we hebben nog niks bereikt. Yep. Nou, oké, dan gaan we het echt doen. Hier, blijf jij! Auw, ga je op mij schieten? Kan dat trouwens? Ja. Kom op! Ja, dat kan. Ik ga op jou gaan schieten! Hé, een auto! Stap je in? Ik durf niet meer. Ik rij wel. Ja, maar ik bedoel, ik durf niet meer naar jou te zitten. Man, ik schiet toch nooit dood. Nee. Ja. Oké. Ik kom je wel even beneden oppikken. Okay. Ik zoek ondertussen naar een raketwerper. Er ligt hier. Waarom? Oh. Niet weten. Ik heb hier een raketwerper achter me, hierboven. Zal ik hem even op gaan halen voor je? Nou, je kan hem toch niet aan mij geven. Ja, maar jawel, ik kan je de raketten geven. Oh, ik zie daar een liggen. Oh, ben jij het, Bart? Hoe wil je daar naar boven? Ja, stap gewoon in. Oh. Ik ga niet naast je zitten. Ja, dit werkt toch ook niet? Maar het zag er wel grappig uit. Nee, niet op me gaan schieten, gek! Nee, ik schoot op deze auto. Nee, maar ik schiet op jou. Nee, kom op! Bart, schiet op me! Wat? Moet ik op je schieten? Okay. Nee, nee! Oh shit, nu word ik achtervolgd. Stap in, snel dan! Nee, want ik ben hierboven, want ik wil die raket behalen. Waarom? Nou, omdat ik dan jou naar de kloten kan schieten. En ik wil een pakje aan hebben. Een pakje? Ja, een pakje. Wat bedoel je met een pakje? Zo'n beschermings. Oh, dan moet je even een kogelvrij vest ophalen. Mijn band is eraf. Dat heb ik net gedaan. Mijn rechter voorband. Wauw. Hey, brokenshot! Help! Ik word overgeschoten! Je wordt achtervolgd. Je wordt gedood. Oh shit, nee! Hij mag dat niet bereiken. Hij mag dat niet bereiken, anders ga ik eraan. Hebbes! Oké. Gaat ook met jullie! Oh, dat zijn mooie explosies. Auw. Oh, sorry. Oh. Oké, waar moeten we heen? Dat vliegtuig. Oh, hij schiet op jou. Ja, schiet hem neer. Ja, heel goed. Kom op! Ik had een raketwerper! Zal ik jouw raketwerper even meenemen? Ja, maar dan krijg ik hem toch niet? Nee, nee!
Dit is mijn wagen. Ja, heel goed, politieauto. Doei, Daniel. Doei. Mijn wagen. Nee, motherfucker. Het was toch een kutwagen. Geef toe. Er wordt allemaal geschoten. Waarom? Ik heb maar één ster. Ben ik. Oh. Hoe ga jij op mij schieten? Ik zet de achtervolging in. Ik wil mijn wagen terug. Nou, je mag hem hebben. Laten we nou maar even serieus gaan. Ja. Ik ga even snel een bepaald geweer pakken. En dan mag je me oppikken. Mijn auto is naar de galamiezen. Galamiezen. We moeten hem eerst... Ja, ik heb nog een idee. Ik pik je wel op met mijn auto die in de galamiezen is. Oh nee, ik was ze kwijt, ik was ze kwijt, ik was ze kwijt, ik was er niet achter me aan. Oh. Heb jij een politieagent achter je aan? Ja, nu niet meer. Oké, maar ik wil even een raketwerp pakken en dan mag je me... Je komt ondertussen naar me toe en schiet me alsjeblieft niet neer. Als je mij niet neerschiet. Ik schiet jou niet neer. Wat beloof. Pak je er dan mee? Nou, gewoon, altijd. Dat is handig. Ik kom jou pikken. Hoe lang gaat deze video duren? Oh, hallo! Auw! Hey, bitch! Hier ben ik. Stap jij, Wim? Deze auto is een klein beetje kapot, hè? Ja. Klein beetje. Ja, klein beetje. Met een beetje verf is hij zo weer gerepareerd. Geloof je niet, Bart? Jawel. Wil je het zien? Ja. Hij is echt een normale boer. Moet je opletten. Deze auto rijdt nog best, moet je opletten. Zo. Weer gerepareerd. Dat gaat snel, maar ik heb een kogel op 5 fles staan. Nou, nu is die weer een stukje kapot. Omdat ik weer die heal heb. Wee, zie mijn arm draaien. Maar nu moeten we even echt serieus doen, want we zijn al kleine 20 minuten bezig, denk ik. Ik heb mijn timer niet aan. Ik dacht van, we gaan snel even dit doen en dan gaan we snel even dat doen. Maar met ons tweeën zal nooit zo snel alles verlopen. Zo. Dit keer ga ik wel proberen echt goed te vliegen. Oh, ga jij ook vliegen? Ja. Jij hebt de vorige keer mijn helikopter doormidden gezaagd met je rotors. Toen je landde. Oké, ik spring er zo uit, oké? Nee. Doei! Auw! 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 Zo. Oké, ik pik deze. Ik netjes parkeren. Oh, nou, die wou ik. Nee, stap mee in. Nee, ik wil zelf heen. Ik ga proberen te leren vliegen. Nee, ga niet op me schieten! Alsjeblieft. Nou, jij begint al te vlammen. Ga eruit. Land en we gaan eruit. Wee! Nu heb je alle twee de helikopters boem laten ontploffen. Want ze liggen bovenop elkaar en die staan in brand. Ik heb echt een hekel aan jou, wist je dat? Echt een hekel. Ik ben nu weer mijn raketwerpen kwijt. Sorry. Uit de auto jij hem golf. Die stomme dietersnoor. Ik ga even genieten dat dit gaat ontploffen. Hey, alle twee de helikopters gaan tegelijkertijd ontploffen, want je hebt ze bovenop elkaar gelegd. Ik wil echt eventjes kunnen vliegen. Het gaat een beetje moeilijk omdat jij alle twee hebt laten ontploffen. Nee hoor, staan er. Nou. Zie je? Hey, je mag mij wel bevliegen. Stap jij in deze helikopter? Ja, en dan moet ik jou proberen te helpen. Afgesproken. We hebben geen parachute, dus alsjeblieft laat me leven. Ik zal proberen. Schiet op. Ik heb namelijk politie achter me aan. 2 sterren. Snel. Dat merk ik. Ik zal even het waypoint neerzetten.
Wacht even inzoomen. Daar moeten we naartoe. Oké, ik zie het. Daar is het grootste gebouw. Hé, ik kan vliegen, jongens. En ik kan vliegen. Moeten we rustig oplanden. Rustig. Ik weet hoe die gaat heten. Bart kan vliegen. Check dit, ik kan het gewoon. Hij piept wel. Even dat je het weet. Ja, dat komt omdat hij een beetje beschadigd is. Ah. Oké. Is dat het hoogste gebouw? Ja. Probeer er even naast te gaan vliegen. Dan spring ik eruit. Even hoger en dan... Hoger. 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 Je ziet bij die punten, daar zit een opening, hè? Hoger, 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 hoger. Hoger, zie je die watertorentjes staan? Dan moet je rechtboven gaan vliegen. En daarna gaan landen. Tussen die watertorentjes. Oh, je kent het wel, Bart. Je kent het. Anders gooi je hem neer, dan land ik hem wel, hè. Iets meer naar links. Ik kan het. Oh, nee. 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 Pik je me even op zo meteen? Ja, oké. Het spreekt hier uit. Wat een suk. Ik had wel verwacht dat ik dood ging. Hey, je bent nu in ieder geval de politie kwijt. Ja, was ik al. Oh. Hey, landen. Ja, kom, maar het is moeilijk voor mij. Ik doe dit voor het eerst. Goeie smoes, hè? Oh nee! Niet loslaten! Niet loslaten! Niet die helikopter damage, anders moeten we weer terug. Weet je wat? Ik land hem wel. Oké? Nail dit! Kapot? Ja. Kunnen we weer terug? Ik zie nog dat een aflevering van een uur gaat worden op zulke manier. Hebben hun wat leuks om naar te kijken? Precies. Laten we dan maar even... Ik heb een beter idee. Als jij even een auto zorgt, zorg ik voor een helikopter. Oké. Auto! Jij bent van mij, auw! Ik zie het al, ik moet alles zelf doen. Ja. Stap mee in. Rijden, ik heb politie. Ja, ik ook. Hallo! Ah, ik kan rondjes draaien. Hoei! Heb je radio aan of uit? Nu uit. Ik heb hem net aan. Oké. Okay. Even vergeten. Kom uit. Ik draai rondjes. Zo. Oké, ik ga... af waar we naartoe gaan, hè? Ja. Zie je de waypoint niet? Nee. Jawel, eigenlijk wel. Kijk eens wat daar staat. Helikopters! Ja, dat is een stuk dichterbij. Dan helemaal daar naartoe weer te gaan rijden. Ja, oké, ik ren naar de helikopters toe, maar oké, als jij dat zo wil... Mag ik zelf ook een helikopter pakken of zullen we dat maar niet doen? Ik land wel. Jij hebt gezien hoe moeilijk het is. Ja, maar oké, jij gaat erin. Als ik het niet overleef, dan pik je me op en dan... Oké. Werden 100% die dat niet overleeft. Wacht even. Ja, maar wacht even, jij weet niet waar naartoe, hè? Nee, ik dacht... Wacht, er staat een waypoint op. Ja, kan dat wel, kom op. Zo, kom je nou? Ja. Ik ben ondertussen al vertrokken. Maar ik kan gewoon nu vliegen. Gewoon zonder dat ik wist hoe ik GTA moest spelen. Nou zo ja, vliegen. Ja, dat wil zeggen... Jij kan eventjes in de lucht blijven. Nee hoor, ik heb jou net naar die toren gebracht. Niet dat we het overleefd hebben, maar ik heb je naar de toren gebracht. Jij moet nog een beetje leren in de stad vliegen. Op lage hoogte vliegen. Langs de dingen, ik ben hartstikke voor jou. Ik ben op het hoge gebouw. Oké, zie je die waypoint daar dan?
Ja. Oh, oké. Okay. Zie je er al boven? Nee, ik probeer naartoe te vliegen. Kom op, ik kunt het wel. Weet je wat, ik wacht wel even op jou. Oké. Ja, ben je daarboven? Ik ga proberen te landen. Ga je naartoe? Hier is het. Waar? Waar ik ben. Ja, weet ik. Ik ga aan de andere kant. Ja, I know. Als ik het niet haal, dan moet je eventjes ergens gaan landen. En oké, okay, moet je wel dan even iets sneller gaan doen, anders gaat het uren duren. Nee, dat was hem niet. Op zich is dit niet eens zo'n moeilijke challenge. Voor mij wel. ik flikker straks echt naar beneden. Probeer het dan met springen. Als je er net boven hangt, spring uit die helikopter. Oké. Ik ga daar springen! Ik ben echt pro hierin. Ik heb net even je helikopter doormidden gezaagd. Oh shit, nee! Heb ik niet jouw helikopter doormidden gezaagd of wel? Nee. Oh, hij leeft nog. Spring er dan even uit, zometeen. Ik bedoel, als je daar boven hangt, bij die watertoren. Ja, dat snap ik. Want landen is misschien niet mogelijk voor jou daar. Dus meteen eruit springen. Did it. Oh. Oh, je helikopter valt ondertussen naar beneden. Ja, ik ben er wel op. Ik kijk even ondertussen hoe je helikopter gaat opploffen. Ik word dus naar je toe gerend en dan ga je me even oppikken. Oh, dit is een mooie grote straat. Dan kan je goed landen. Ik kan overal landen. Nou en. Dit is een mooie grote ruime straat. Dus iemand gejoind. Ik zie het. Oh, die gaat ons zeker neerknallen. Super ninja weer. Ah! Snel! Hoppakee! Moet ik er als eerst uitspringen? Ja, jij springt er dan uit. Ik ga zo laag mogelijk boven dat ding proberen te landen. En dan blijf jij kijken hoe ik ga. Ja, ik probeer te overleven. Voor jou is het makkelijkste. Voor mij is het nu het moeilijkste. Omdat ik met die helikopter en al. Als ik namelijk de helikopter verlaat, doe de helikopter de Wii naar beneden. Oké. Okay. Zeg maar wanneer ik moet springen. Ja, nog niet hoor. Nee, maar zeg maar. Nu. Nieuw! Did it. Ik ben op het gebouw. Ik zag je naar beneden vallen. Jij bent op het gebouw? Ja. Wacht je daar even? Ja. Ik zie die helikopter tussen naar beneden flikkeren. Ik ga ook naar het gebouw toe. Maar ik moet eerst even een nieuwe helikopter halen. Nailed it! Nog niet springen. Ah. Ik ga verder proberen het gebouw op te komen. En dan valt die eraf. Echt, hè? Dat is echt zo'n actie voor mij. Ninja wilt natuurlijk meegaan. Ik had echt verwacht dat deze challenge maar 5 minuten ging duren. Hoe lang zijn we nu al bezig? Goed 30 minuten. Echt? Ja. Ik denk dat je maar in 2 delen moet knippen. Gaan we niet doen. Oh. Oké, okay. Oh shit, ik viel bijna vanaf. We gaan gewoon hier een mooie extra large deel van maken. Ja, extra large, Bart kan vliegen. Maar niet landen. Jij hebt wel goed gesprongen. Ja, klopt. Bart kan springen. Weet je wat het probleem was? Nou? Ik had verkeerd getimed net. Je hebt gemerkt dat ik toen een stukje stil hangde, hè? Ja. En precies 1 seconde voordat ik wou uitspringen, deed die helikopter zo boem, schuin hangen. Oké. Okay. Heb je gezien, hè? Ja. Dat die de watertoren raakt. Als ja? Als ik 1 seconde eerder had gesprongen, had ik het gehaald. Oké. Okay. Ik ga dus via een andere kant van het gebouw springen. Dus aan de andere kant waar ik ben? Ja. Oké. Okay. Dus dan ga ik naar die kant toe. Nou ja, ik ga via mijn stoel eruit springen. Oh zo, ik snap hem. You have reached your destination. Ik heb binnen 1 minuut een... En jij gaat natuurlijk straks ook, binnen over een paar weken deze aflevering terug bekijken. En dan denk ik, yes, ik sta op YouTube. Wat ik al de hele tijd doe. Nee, maar ik bedoel, dan zie je ook wat ik nu aan het doen ben. Heb je wel in de vorige aflevering gezegd dat ik van de Scarecrow Games ben? Volgens mij niet.
Nou, jongens, ik ben van de Scarecrow Games. Link in de beschrijving. Als ik het niet vergeet. Ik zeg het wel gewoon tegen je. Maar over 3 weken is dat pas, hè? Nou, ik weet niet ben je het geheid vergeten. Jij. Ik kom eraan. Oké. Okay. Ja, maar ik heb deze lessen allemaal al gehad. Landen op gaan bouwen en zo. Als je echt wil leren vliegen, dan moet je GTA The Ballad of Gay Tony spelen. Is alleen maar helikopter. Oké. Nou, ik heb dus... Ik ga gewoon GTA doen. Een beetje vaak... What? Nee! Wat? Oeh, ik flikker er bijna vanaf. Waar ben je? Ik ben hier. Oh. Ik kom eraan, hoor. Oh shit, dit is wel lastig. Je kunt het. Ik heb vertrouwen in je. Ja, je weet hoe lastig dit is. Ja. Maar ik heb vertrouwen in je. I can see my house out of here. It's small. I wanna touch it. Let me touch my house. Stupid house. Ik ben er. Ja? You did it? Yes! Oké, nu schiet Kijk even ondertussen van mijn helikopter naar beneden. Oh shit! Nou jongens, dat was Bart zijn afspringkunsten van het gebouw. Nu ga ik eraf springen en dan sluiten we de aflevering af. Want officieel is het de challenge complete. Ik heb het de challenge niet complete. Oké, dat was heel slecht van het gebouw af. Maar het telt wel als het gebouw af, dus... Kijk eens doen, duimpje omhoog. Help je mij mee, help je het kanaal mee. En abonneer ook als je nog niet geabonneerd bent. En doe ook zeker een duimpje omhoog. Als je nog meer extra large afleveringen wil. En abonneer op mijn kanaal. En laat ook zeker een challenge achter van wat we de volgende keer moeten doen. Of en abonneer op mijn kanaal. En abonneer ook even op Scarecrow Games. Ja, nou ja, de volgende keer. Een paar weken later dan, hè. Ja, oké. Hoppakee. Maar... Heb je eruit gegooid? Nee, ik ben doodgeschoten. Oh. Maar kijk eens, dan zeg ik doei. Bart, heb jij nog wat te zeggen? Bye! Doei!